ga eventjes wat boodschapjes doen. Dat moet ik echt even hebben. Dus dat ga ik ook even doen. Ja, Roos is even bezig voor mij. Ja, die is bezig voor mij. Hoe toevallig. En ik ben ook nu even bezig, want ik wil even iets kijken hoe duur iets is. Roderick die staat nog lekker daar. Met de hondjes. Gezellig. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 13 september 2022 en het is nu bijna 1 uur. Waar is ze, Leed? Waar is ze? En ik ga dus lekker zo met Lady lopen, want Roos al lekker met de twee zusjes. En ik ben dus even aan het wachten eigenlijk op Debbie, want die komt er ook zo aan. Ja, wij wensen jullie gewoon zoals altijd weer heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ik zit lekker in een snikhete auto, jongens. Het is bloedje heet. Dat weet ik wel, maar dat maakt niet uit. Ik ga eventjes wat boodschapjes doen. Dat moet ik echt even hebben. Dus dat ga ik ook even doen. Roderick die blijft even lekker thuis bij mij. Ook goed. En ik ga er even van tussen om even de boodschappen te doen. Ik moet even het aantal wat hebben. Ik mag nog niet vertrekken. Nee. Ik moet even netjes wachten. Ja. Ja. Ga je gelijk doorschakelen. Goed zo. Oh. Ja. Zo. Top. Yes. Ik ben weer vertrokken. Helemaal goud. En ik heb een hele warme broek. Dat is niet fijn. Nee. Ik heb zo'n fluffy broek aan, zeg maar. Maar dat is warm, man. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga er van tussen eventjes inderdaad dat ik al zijn boodschappen doen. Want ik ga weer vanmiddag weer naar Den Helder. En ik ben donderdagochtend weer terug thuis. En ja, het is nou dinsdag. Dus morgen ben ik daar de hele dag. En dan ga ik weer 's nachts weer terug naar huis. Dus ja, even dat even dus doen. Even kijken of er geen auto's aankomen. Ook wel erg handig. Lekker koelt hier. Niet de achterste. Ja. En ik kan hier geen fuck doen. Wacht maar, wacht, 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 wacht. Nee, kom maar. Hallo. Als je even oplet, mevrouw. Kan je doorrijden? Kom maar. Ik wijk al uit voor je, ik weet niet. Alsjeblieft. Kijk, dan moet ik weer naar achter waarschijnlijk. Ja, maar dat maakt me niet uit. Dat doe ik graag. Zo. Wat stik erbij. En weer vooruit. Yes. Nou, hè. Dan gaat ze precies hier op en op de kruising staan wachten. Nee, dat schiet niet op, hè, vanzelf. Nee, dat schiet inderdaad niet op. Maar ik ben eruit. Helemaal goed. Top. Nou, ik ga even onderweg om boodschappen te doen. Ja, Roos is even bezig voor mij. Ja, die is bezig voor mij. Hoe toevallig. En ik ben ook nu even bezig, want ik wil even iets kijken hoe duur iets is. Voor straks. Voor het eten. Mami. Huisje. Dacht ik. Zo. Ja, zo. Nou, ik ga even kijken waar dat is. Etcetera, 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 etcetera. Pandahuisje. Wacht, Bamihuisje, pandahuisje, toch? Panda. Panda. Huis. Ja,
Nou komen we ergens. Ja, 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 ja. Website. Kijk, nou komen we ergens hoor. Eens even kijken. Dat is heel fijn. Menu. Kijk, daar gaat mij het om. Ik ga kijken. Ik moet deze meenemen. Is ook wel erg handig. Yep. Zo. En dan moet soms dan even hier weer water in met ijs. Yes. Zou ik er ook wel weer lief aan kijken. Die ken dat wel goed. Hij heeft al goed. Kijk, schat, hier een heel beetje water in. Ja, maar ik bedoel, schoonmaak even goed weer. Kom er niet uit. Maar gewoon even schoon water en even ijsklontjes. En dan ga ik eventjes dit er even opknallen op een paar aantal broodjes. Dus ik kan ook een aantal broodjes gewoon even zo weer in de zak. En dan moet ik even kijken. Of zo, moet ik even kijken. Roderick die zit lekker daar. Lekker te hangen. Heerlijk. En ik ga zo er van tussen. Maar Roderick die lag wat even wat bij mij neer in de keuken. En van een theezakje. Van Pickwick. Hup. Van Pickwick. Kijk. Hallo. Hij laat hem niet scherp zien. Nee. Raar. Waarom laat je hem niet scherp zien? Kijk, nu wel. Maar er staat een hele mooie tekst. Een vraag eigenlijk op. Die wil ik eigenlijk gelijk met jullie behandelen. En ook gelijk waar Robij is, zeg maar. Dat is leuk. Waar voel jij je thuis? Nou, waar ik me thuis voel, dat is gewoon waar Roderick is. Ja, daar voel ik me gewoon thuis. Zal het ergens op een hutje op de hei zijn, dan voel ik me gewoon thuis. Ja. En die zag je even niet aankomen? Nee. Nee. Waarom zag jij die niet aankomen? Waar je je thuis voelt, meestal is dat thuis. Je eigen huis, je eigen spulletjes, je eigen dieren, je eigen dingen. Als ik inderdaad vanaf mama afkom en ik ben hier, dan heb ik echt zoiets van, even lekker rust, even thuis, zeg maar. Ja, ik vind het altijd wel gewoon fijn als jij ook gewoon bij me bent. Of ik dan even nu bij jou, want dat andere is weg bij jou. Dus ik voel me een heel stuk fijner in jouw huis. Okay. Dus ja. Dus waar jij bent, daar voel ik me gewoon thuis. Maar inderdaad, dit. En soms, als je weg bent, denk ik van, het is rustig. Maar nu is het ook gewoon wel lekker om jou om me heen te hebben. Eromheen, oké. Ja, gewoon om me heen. Ja, helemaal eromheen. Ja, precies dat. Ja. Ik ben er in mijn eentje, hoor. Ja, toch wel? Ja, vroeger was ik schizofreen, maar nu zijn we weer alleen. Ja, precies dat. Nadenkertje. Ja, inderdaad. En voor de kijkers, helemaal goed. Roderick die staat nog lekker daar. Met de hondjes, gezellig. Zo, dat is een nieuwe auto. Dus helemaal top. En ik ga even wachten op mijn auto, dat hij alles doet. Ja, hij doet het. Ja, hij doet het. En nou kun je bellen, nou kun jij bellen naar mij. Jij kan nou bellen. Ja, helemaal goed. Oh, wauw. Ja, dus ik sta een beetje ingezoomd. Nee, ik moet uitzoomen. Is niet handig, nee. Dus, ik ga even uitzoomen. Ik ga jullie daar neerzetten. Helemaal goud. Ik ga die doen. Die. En dan wil ik mijn fles met water hebben. Jee. Moet ik die hebben? Ik ga namelijk Chinees halen. Is handig. Chinees. Top. Allemaal goud. Toppie. Zo. Zo. Ik ga nog een stukje naar achteren. Helemaal goud. Even die even een beetje opstropen. Ja. Dat zit beter. Die nog een stukje omhoog. Lekker. En dat hij het doet. Ga ik even. En je mag nou wel bellen hoor. Want? Is dat zo? Oh, oké. Nou, dan ga ik mama bellen ook goed. Ja. Laters. Komt er wat aan? Ja. Fiets eraan. Nou. Hi. Nou, ik ga eventjes met mama bellen, jongens. Jullie zien me straks. Thank you.
been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love.
Zo, ik zit in de auto. Ik ben op plaats van bestemming. En ik heb eten gehaald en bij het tandenhuis. Dus ja, het is even een rare, hele rare vlog vandaag. Een beetje hectisch, maar ja, ook dat hoort er soms bij. Maar ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog, doe het belletje aan. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.